heel veel mensen zijn best wel eenzaam. Je merkt dat als mensen schulden hebben, met name schulden, dat mensen zich gaan isoleren. Als er nooit aan jou wordt gevraagd, wat is er nou? Wat gebeurt er? Hoe kan ik je helpen? Dan blijft iets onbenoemd en dan ben je er eigenlijk niet. Dan is eigenlijk alleen je schuld er. Een buurtwerkkamer is een organisatie gerund door buurtbewoners, voor buurtbewoners. Mensen komen binnen met verschillende hulpvragen. Ja, je krijgt je brieven thuis en je opent je brief en je kijkt van, komt er een schuld binnen? Het stapelt weer op met het financiële. Hoe kom je eruit? Als buurtwerkkamer zitten we in kwetsbare wijken waar mensen komen die in de regel best wel vaak last hebben van schulden of dreigende schulden. En daar niet de weg in vinden. En ze kloppen dan eigenlijk bij ons aan omdat hier ervaringsdeskundige bewoners zitten die het hebben meegemaakt. Ik vertel ook mensen dat ik ook schulden heb gehad en wat het met me gedaan heeft. En dan merk je dat iemand heel anders dan reageert naar mij toe. De drempel is dan gelijk heel laag, waardoor iemand echt met de billen bloot durft te gaan. En op het moment dat je met die schulden aan de slag gaat, komt eigenlijk alles wel op een gegeven moment op tafel te liggen. Dus ook een taalvraagstuk of een eenzaamheidsvraagstuk of gezondheid, geestelijk, fysiek. En dat zijn allemaal zaken die eigenlijk vanuit de schuldenproblematiek bespreekbaar worden. Dus gewoon Schip is een methodiek die we gebruiken om op een bijna speelse manier inzichtelijk te maken wat er inkomt, wat er uitgaat en wat er vaak onderaan de streep aan tekort overblijft. Voor de hand liggende kosten zijn dan gas, licht, water, huur. Maar we vragen ook door naar kosten die meer met gedrag te maken hebben. Drink je, rook je, koop je een kraslot. En met name die kosten zorgen er vaak voor dat mensen in de problemen komen. Omdat zij niet inzien dat met de vaste lasten eigenlijk al het geld op is. Daarnaast zorgen we ook met Schoon Schip ervoor dat mensen bewust worden van hun uitgavenpatroon. Mensen krijgen weer hoop, mensen krijgen lucht, mensen krijgen adem. Op dat moment gaat er iets in je hartje open en dan zeg je van hey, oh, komt er een pssst, weet je, en dan ben je blij. Dat zorgt ervoor dat mensen ook wat anders gaan staan in het leven. En dan ga je erover zitten nadenken en dan zeg je van goh, nou, dit heeft een hele hoop met me gedaan. Het heeft mijn leven echt veranderd, ja. De grootste groei zien wij bij deelnemers die het zwaarst hebben. Dus die de grootste uitdagingen hebben op het gebied van taal, door hun migratieachtergrond, het gebied van digitalisering, geestelijke, fysieke gezondheid. Daar is de groei eigenlijk het duidelijkst zichtbaar. Omdat de mensen die hier komen snel voelen dat de mensen door wie ze worden geholpen, die andere bewoners, feitelijk weten met welk verhaal ze komen. Ze snappen eigenlijk wat de pijn aan de andere kant van de tafel is.